Het OM eist 14 jaar cel tegen de vrouw uit Elst die haar man met een bijl vermoordde en zijn lichaam in de kruipruimte bewaarde. Ze zou haar man met een bijl hebben doodgeslagen en hem daarna in de kruipruimte van hun woning in Elst hebben verborgen. Vandaag hoorde de 56-jarige vrouw voor de rechtbank in Arnhem 14 jaar cel tegen zich eisen. De vrouw zegt dat ze uit zelfverdediging handelde. Ze wilde niet meer verder met haar man, die haar meermalen zou hebben verkracht. Het OM gelooft haar lezing niet. De beslissing van verdachten om het lichaam zonder veel respect in de kruipruimte te verstoppen roept associaties op met een horrorfilm. En heeft ook de buurt in grote mate geschokt. Hoe moeten bijvoorbeeld de buren zich voelen die met terugwerkende krachten te weten zijn gekomen waar die vele vliegen ook in hun huis vandaan kwamen in oktober 2023? 8 maanden lang lag haar man dood in de kruipruimte van hun woning in Elst, terwijl zij iedereen vertelde dat hij haar had verlaten. Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw haar man met vooropgezet plan om het leven heeft gebracht. Zij kocht met haar pinpas een bijl bij de welkoop en sloeg hem met 3 klappen dood in bed. Kopen van een bijl, meenemen naar de slaapkamer en gebruiken bij die licht, die zijn voldoende om aan te nemen dat verdachte voordat ze met de bijl sloeg gelegenheid heeft gehad om zichzelf te beraden en zich rekenschap te geven voor de mogelijke gevolgen van haar daad. En daarmee zitten we in de kwalificatie van de moord. Maar de vrouw zegt het te hebben gedaan vanuit zelfverdediging. Ze wilde van haar man af. Die zou haar daarop meerdere malen verkracht hebben, vertelde ze in de rechtbank. Toen het weer eens gebeurde, greep ze een zwaar voorwerp van onder het bedkussen. Dat bleek een bijl te zijn en sloeg hem op het hoofd. Hij kneep mijn keel dicht, zei ze in tranen. Ik kon geen adem meer halen. Dat zou betekenen dat de meneer van die nacht sliep met een bijl onder zijn kussen. Waarom? Dat laat zich op voorhand al niet verklaren. De rechtbank doet 26 maart uitspraak. Er is een chronisch tekort aan ambtenaren. Daarom openen veel Gelderse overheden deze week de deuren met een werkbelevingsweek. Zo kunnen belangstellenden zien wat het werken voor de overheid inhoudt. Het standaardbeeld van ambtenaren. Ze drinken de hele dag koffie en werken van 9 tot 5. En geen seconde langer. Met dat imago willen ze bij de gemeente Lingewaard graag afrekenen. Het zijn vooral de grappen die we nog op feestjes maken. Terwijl de andere kant, de mensen die hier werken, zijn een stuk jonger dan vroeger, dynamisch. Er is al lang geen 9 tot 5 mentaliteit. Ons werk stopt ook niet na 5 uur. In het stadhuis van Nijmegen kijken belangstellenden wat de gemeente zoal doet. Als wij de vervanging van de openbare ruimte plannen, dus wegen, rioleringen en dergelijke, moet je ook gaan kijken, komt er misschien een warmtenet aan zetten? En moeten we meer biodiversiteit? Wil ik aardgas gaan aankoppelen? Wil ik klimaatmaatregelen gaan doen? Wil ik duurzaam zijn? Wil ik circulair zijn? De opgaven worden alleen maar complexer. Het valt niet mee om nieuwe, competente mensen te vinden. Bij de overheid zie je dat we een aantal extra taken hebben gekregen. Ons werk is ook wat complexer geworden, waardoor we ook steeds meer mensen nodig hebben om dat werk te doen. Op het moment dat wij bijvoorbeeld iemand op universiteitsniveau vragen, dan mag je blij zijn dat een hbo'er binnenhaalt. En als je een hbo'er zoekt, mag je blij zijn dat je een ervaren mbo'er binnenhaalt. We hebben ook te maken met dat we in de komende 10 jaar best wat uitstroom hebben van mensen die met pensioen gaan. En ja, dat moeten we allemaal opvullen. Op 4 april wordt de 9e Architectuurprijs Nijmegen uitgereikt. Een vakjury heeft 10 genomineerden geselecteerd die nog kans maken op deze prijs voor de mooiste en meest toonaangevende nieuwkomer van Nijmegen. Deze selectie werd gemaakt uit in totaal 24 inzendingen, die allemaal in de race zijn voor de publieksprijs. Onder deze 10 genomineerden zijn onder meer de nieuwe kapellen van de Stevenskerk, de basis in het oude pand van Don Roosje, de verbouwde Fasem en het nieuwe hart van de Waalsprong. Inwoners die door het team Geldzorgen van de gemeente Nijmegen zijn geholpen in de schuldhulpverlening, geven hoge cijfers voor de dienstverlening. Zij beoordelen de dienstverlening met een 7,9 in de regelfase en een 8,5 in de aflosfase. In totaal zijn 517 inwoners benaderd, waarvan 25% heeft meegedaan in het onderzoek. De respons van 25% wordt als positief beschouwd, omdat de respons meestal 15 tot 20% is in vergelijkbare klantonderzoeken. Uit het onderzoek blijkt dat over het algemeen de inwoners de hulp in de schuldhulpverlening als meelevend, duidelijk en vlot ervaren. De Vierdaagse Feesten is genomineerd voor de beste publieksevenement 2024 van de Nationale Evenementenprijzen. Het evenement is samen met Big Rivers Festival en de Grote Schijn genomineerd voor deze prijs. De evenementen worden beoordeeld op visie, aanpak, toegankelijkheid, samenwerking met stakeholders en maatschappelijke relevantie voor de stad. De winnaar wordt bekendgemaakt op 8 april tijdens het Nationaal Congres Evenementen. Het is bijna tijd voor Pleinpop in Alphen. Dit jaarlijkse muziekfestival heeft opnieuw een indrukwekkende line-up samengesteld. Vooral op zaterdag zullen er grote namen naar het evenement komen. Het evenement vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 7 april. En op het affiche staan onder meer de Dirty Daddies, André Hazes Jr., Tino Martin en Gerard Joling. Een weekendticket kost €57. De lente komt er weer aan en dus ook het moestuinseizoen gaat van start. Lokaal talent Beuningen organiseert een moestuinproject met vrijwilligers. En met dit project hopen ze eenzaamheid te verkleinen. Eén deel van de opbrengst gaat naar de vrijwilligers, maar ook leveren zij verse groenten en kruiden aan de voedselbank. Nou, wij hebben een braakstuk grond, zeg maar, wat bij de hotspot ligt aan het Rijsveld Vieren in Beuningen. Dat Stichting Perspectief. Dat hebben wij nu omgebouwd tot basis voor een tuin. En de mensen die in de tuin werken, die kunnen dan alle producten wat oplevert in de tuin, kunnen ze zelf meenemen. En wat er over is, dat gaat naar de voedselbank toe. Dit is lokaal talent en dat is een onderdeel van Stichting Perspectief. En dat is voor mensen tussen 25 en 60 jaar om samen te komen eigenlijk. Daar is onderzoek dus naar gedaan in Beuningen. Mensen tussen de 25 en 60 jaar die zijn zijn heel veelal eenzaam, zeg maar. Die weten niet zo heel goed wat ze moeten doen met hun besteding. En de senioren, daar is heel veel voor te doen in Beuningen. Er zijn echt dagbestedingen, leuke dingen, bingo, noem op, allerlei activiteiten. Maar die groep daaronder, zeg maar, niet. Dan heb je daaronder zitten weer de jongeren, die kunnen hier ook wel weer terecht. Daar gaan we weer activiteiten mee doen. Maar dus op de dinsdagmiddag hebben we dus hier van allerlei groepjes zitten, onder de moestuin, Club, nieuwe mensen leren kennen, allerlei diverse groepjes, zeg maar, om mensen, om samen leuke dingen te doen eigenlijk. Achter mij ligt het braakstukje land nu. Dat is al wel gereed voor bebouwing, zeg maar. Alleen de coördinator die maakt een plan van, nou, we gaan nu een kastje opzetten, we gaan zaadjes planten, we gaan aardappels poten. En daar hebben we sowieso wel wat mensen voor nodig. Helaas hadden we vorig jaar niet zo heel veel vrijwilligersmedewerkers, zeg maar, die bereid waren om te komen helpen op de dinsdag. Konden niet of whatever. En dus nu zijn we eigenlijk wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het project is dan ook een mooie plek om elkaar te ontmoeten. Omdat het voor mij gewoon een manier is om mensen te leren kennen en om ook mijn kwaliteit in te zetten. Om nuttig werk te gaan doen, omdat ik in de maatschappij niet meer gewoon een reguliere baan kan uitvoeren. Vind ik het gewoon fijn om toch iets te kunnen doen voor de maatschappij en met mensen in contact te komen. Het was helaas een wat druilerige dag vandaag, maar daarmee hebben we het ergste gehad voor deze week. De komende dagen wordt het alleen maar beter, met het weekend als hoogtepunt. Morgen start de dag nog grijs, maar later breekt vaker de zon door. Het zal nagenoeg droog blijven bij een zwakke wind uit het oosten. De temperatuur komt uit op een prima 11 graden. De dagen erna wint de zon steeds meer terrein en gaat ook de temperatuur langzaam omhoog. Vrijdag zal zelfs zonovergoten worden bij 12, misschien lokaal al 13 of 14 graden. In het weekend is het echt lente, met zon en maximaal rond de 15 graden. Lekker terrasweer dus. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 5 maart. Kijk voor het laatste nieuws ook op onze website rn7.nl. Morgen zijn we terug en dan lopen we onder meer een dagje mee met een medewerker van afvalverwerker DAR. Die deze week extra in het zonnetje worden gezet door hun werkgever. Graag tot dan!